Hallo, met Alyssa en leuk jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik iets superleuks doen. Ik ga namelijk shoppen. Ik vind het altijd superleuk om naar de winkel te gaan of het shoppingcenter. Om daar allemaal dingetjes te kopen en te proberen en uit te testen en aan te doen. Het enige dat iets minder is, is het geld uitgeven. Maar dat hoort erbij, helaas. Vandaag is het een Shop With Me video, want ik heb zin om te shoppen. Ik wil vooral make-up. Ik wil ook nagellak en ik wil ook een boek voor op vakantie te lezen. En voor de rest koop ik gewoon dingen die ik tegenkom in de winkel en die ik gewoon super leuk vind. Ik was eigenlijk vandaag niet van plan om te shoppen, maar mijn mama gaat vandaag naar de kapper en ik ga mee, want er is een kruidvat, Action, Zeeman en boekenhandel in de buurt daar. En ik dacht, als mama dan bij de kapper zit, dan kan ik even binnenspringen. En aan het einde van deze video is er een mega haul waar ik alles laat zien dat ik heb gekocht. Ik ga echt super stil zijn, want het is super gênant. Maar oké. Dit is een contour en een highlighter in één, dus super handig. Ik ga echt bloed uit deze winkel komen. Ik denk dat ik ga afrekenen. En ik ben terug van alle winkels. En misschien heb ik iets meer geld besteed dan dat ik van plan was. Maar ik heb super leuke dingen. Ik ben er echt nu al mega blij mee. En dit is dan de haul. Ik ga alles laten zien wat ik heb gekocht. Oké, als eerste heb ik een body scrub. Dit is een body scrub van Organic Shop met raspberry en sugar. Dus dit is de raspberry. Die heb ik gekocht in de kruidvat. Laten we dan ook ineens alle productjes doen van de kruidvat. Ik heb een nagellak gekocht in een super
mooi schattig babyroze kleurtje. En ik denk dat dat heel mooi gaat staan, heel naturel, maar zo toch nog mooi. Dan beginnen we nu aan de make-up van Kruidvat. Ik heb deze. Dit is een Jelly Crepe Primer van Essence. Ik gebruik niet mega veel make-up ofzo, maar de laatste tijd vind ik make-up steeds leuker en leuker worden. Nu, als ik dan meer... Dan is het misschien ook wel belangrijk om een beetje te hydrateren. Oké, dan het volgende. Heb ik een concealer. Dat wou ik dus heel graag. Ik hoop dat dit mijn kleur is, want ik ben heel bleek. En meestal vind ik nooit make-up in mijn kleuren. Is ook waterproof en zal 12 uur op mijn gezicht blijven, maar ja, heel blij mee. Dan gaan we door naar het volgende. En dit is een contour en een highlighter in één. Dus dit is de contour. Ik hoop ook weer dat dit mijn kleur is. En heeft dus ook een highlighter. Kijk, dit is de highlighter. Echt een hele mooie highlighter, vind ik. Dan gaan we door naar het volgende. En hier heb ik een blush. Het is wel een hele rode kleur, maar ik vind het langs de andere kant ook weer mooi. Dus ja, ook weer van Essence. Gewoon een heel goed merk. En laag in budget. En dat is goed. En dan heb ik deze. Dit is ook weer van Essence. Dit is een lip oil. Komt met zo'n super mooie dikke borstel. Daar hou ik echt van. En dan als laatste heb ik een kwastje gekocht. Ik heb echt geen kwastjes. Behalve eentje voor mijn blush. Maar ik vond deze super mooi. Ja, ik weet niet voor wat ik ze ga gebruiken, maar ik vind het echt een heel mooi en leuk kwastje. Dat was alles wat ik in de Kruidvat heb gekocht. Dat was ongeveer 21 euro, denk ik. Ik vind op zich, Kruidvat is wel laag in prijzen, maar langs de andere kant ook weer best wel duur in prijzen. Maar maakt niet uit. Dan ben ik gegaan naar de Zeeman. Ik heb hier dit, wat is het, doosje, bakje. Dit vond ik echt super schattig voor in de badkamer te zitten, voor mijn skincare in te doen of zo. Dus echt een super schattig bakje, heel blij mee. En ik heb nog een bakje en deze is dan weer voor mijn make-up. Deze heb ik dus gevonden in de Zeeman en hier ben ik super blij mee. Want al mijn make-up zit nu in één pennenzakje, maar dat pennenzakje wordt iets te klein. Dus alles valt er altijd uit en nu heb ik een opslagbakje. En dan heb ik beauty blenders, want ik had er eentje. Die was gevallen. Ik heb die afgespoeld. Vol water gezwolgen en daarna beschimmeld door al het water. Dus dit zijn de beauty blenders, superleuk. Dan ga ik door naar de boekenhandel. Ik zei het al, ook in deze video zei ik het ook al. Ik wil heel graag een boek hebben voor in de vakantie om te lezen. En ik zie altijd op TikTok van die BookTok reviews van mensen die altijd van die super dikke boeken hebben met van die leuke covers. Allemaal romantische verhalen en zo. En ik vind het helemaal leuk. En ik wou er ook eentje voor op vakantie. En ik was op bol.com aan het kijken en zo, maar ik vond niet echt iets. Toevallig was daar een boekenhandel in de buurt en al de boeken die ik online had gezien, hadden ze daar. Dus ik werd helemaal overweldigend met al die boeken, maar dat was super leuk en super gezellig. En ik heb uiteindelijk deze gekozen, It Ends With Us. Het is wel de Nederlandse vertaling. Ja, ze hebben deze ook in het Engels, maar aan de andere kant wel gewoon om je Engels te leren, maar ik denk nog net iets te moeilijk en ik wil op vakantie gewoon ontspannen van mijn boek en niet heel tijd hard moeten nadenken. Kijk even hoe dik. Even voor de mensen die het niet weten, ik ben echt geen leespersoon. Ik vind lezen eigenlijk echt verschrikkelijk. Dus mijn mama zag me ook met dit boek afkomen. Ze dacht ook zo van, ja. Yeah. Maar ik kijk er echt super hard naar uit om deze te lezen. Dus oké, dan ga ik door naar de Action. En ik vind de Action altijd super leuk. Ze hebben daar echt voor super lage prijzen super veel leuke en esthetiek productjes. Als eerste kwam ik binnen en ik zag dit en... Gewoon te schattig. Het past perfect in mijn kamer. Letterlijk, je ziet al de roze accenten. Dus deze op mijn nachtkastje gaat super schattig staan. Voor mijn interieur heb ik ook ineens een geurkaars. Ruikt heel lekker. Een beetje vanille eigenlijk. En dan heb ik nog een kaarsje, want ik hou van kaarsjes. En dit potje is ook zo mooi. Peach and Apple. Oeh, die ruikt ook nog beter. En dan kwam ik langs deze. En dit zijn ringetjes. En ik wil al super graag van die mooie gouden ringetjes. Ik hoop alleen dat ze mijn maat zijn, want ik heb hele kleine vingers. Ik vind dit op zich wel leuk. En dan kwam ik bij die beauty afdeling in de Action. En dan zag ik deze super mooie kwast. Wow, die voelt echt keigoed van kwaliteit aan. Heel zwaar. Precies zo'n super chic merk of zo, maar dat is gewoon Action. Oh ja. Yeah. Ja.
Dit is echt wel een goeie. Blij mee. En dan zag ik ook nog een gezichtsmasker. En ik vond deze gewoon kei mooier uitzien. En als laatste heb ik een cleanser. Want onze cleanser is op en ik zag deze. En deze busje is zo mooi. Ja, misschien dat ik het daarom ook gewoon gekocht. Maar sowieso, cleansers zijn gewoon super goed. Opeens is de zon gaan schijnen. Als laatste, ik was het bijna vergeten, heb ik een kitten gekocht in Taco. Past ook super mooi bij mijn ringetjes. Ik weet alleen niet of je het goed kunt zien met mijn trui. Maar deze kitten is zo mooi. Oké, ik was mijn video aan het editen en blijkbaar ben ik mijn outro vergeten op te nemen. Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd met mijn outro's te vergeten, maar op een of andere manier gebeurt het. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, want bij de 5000 abonnees ga ik nog eens live. Vergeet me niet te volgen op social media. Instagram en Snapchat zijn superleuk, linkjes in de beschrijving. En ik denk ook niet dat ik de shoutout al heb gegeven. Oké, wacht. Hier is dan de shoutout. Je hebt de shoutout verdiend. Yay! Proficiat en een dikke shout-out naar jou. Als je in de volgende video wilt kans maken op een shout-out, reageer dan even in je reacties. Hashtag shoppen is leuk. Als je daar reageert, maak je ook een kans op zo'n shout-out. En dan zie ik jou hopelijk in de volgende video. Bye bye!